kijk je? In Doord kijk je. Nou, door kijk je. Je ogen uit. Door kijk je. Door kijk je. Wat zeg je nou? Door kijk je. In Doord kijk je. Oh. Door kijk je. Je ogen uit. Het hof. En dat is hier? Ja. Heel lang was dit een klooster. Klooster? Wat is dat? Nou, daar woonden mensen die heel erg gelovig waren. Echt waar? Ja. En die wijden hun leven aan hun geloof. Oh. En nu is het al heel vaak veranderd. Oh ja, ik zie het. Kan je dat zien? Ja. En nu is het hier een museum. Oh ja, met lichtjes. Ja. Oh, zijn ze thuis? We gaan kijken. Oh. Oh. We gaan meteen naar boven. Oh ja? Ja. Weet je de weg? Ja, een beetje. Je gids. Ja, kijk, hier kan je een audiotour uitkiezen. Een audiotour? Ja. Die vertelt alles. Ja, en dat zijn de gidsen. Ah, dat zijn bekende mensen? Ja. Oh, en die toeters? Doen we een andere keer, maar dat is de stem van het hof. Heeft het hof een stem? Ja. Echt waar? Ja, die vertelt verhalen over het oude gebouw. Maar we beginnen nou daar. Oh, de tentoonstelling. Ja. Ah. Ode aan de vrijheid. Vrijheid, we raken er niet over uitgepraat. In deze zaal zien we wat vrijheid voor mensen betekent. En hoe die per persoon kan verschillen. Ja, er staat veel meer. Ja, dat mogen alle mensen zelf lezen. En allemaal foto's. Ja, en kijk eens hier. Oh. Oh. Ja. Hier kan je al een hele tijd naar kijken. Ja. Zo. Ja. Is veel, hè? Ja. Kijk eens. Hé. Hey, wat is dat? Nou, dit zijn affiches die ze vroeger in de Tweede Wereldoorlog... 40-45. Ja, ophingen. En dat was om mensen te laten stoppen met roddelen. Hè. Roddelen schaadt uw volk. Schaadt? Ja, schade brengen aan. Oh, is wel een mooi plaatje. Ja. Maar ze wilden niet dat mensen met elkaar gingen praten. Oh, dat mocht niet. Nee. Oh, is er nog meer? Ja, kijk eens. Ook bewaard. Wat is dat? Een vrijheidrok. Hé? Van allemaal lapjes die de mensen nog hadden. En dan hebben ze hier 5 mei 1947. Dat was 2 jaar vrede. Ja, en dat staat hier allemaal bij. Oh, ja. 45? Ja. Gaan we eromheen? Ja. 31 augustus. Dat was de bevrijding van Indonesië. Echt waar? Ja, de Jappenkampen. Oh, ja. Dus toen was de oorlog echt klaar. Ja. En dat is helemaal om te vieren. Huh, grappig. En wat is dat nou? Wat? Daar. Ja. Ja, dat is volgens mij een niqab. Wat? Er zijn mensen die willen zich vrij voelen door dit te mogen dragen. Maar het is toch een beetje eng? Ja, mensen zijn daar bang van. Maar als je zo'n ding op hebt, ja, dat is best lekker. Heb jij dat wel eens opgehad? Ja, maar dat was een grapje. Oh, moet je mee oppassen? Ja. Kijk, hier, dit is allemaal van papier en dat is gemaakt over 1825, 1875. Hé? Ja, daar in die tijd. En dat is dus... om te herdenken gemaakt. Herdenken? Het is hier dus een zaal over herdenken. Ja.
Oh, pas dus op. Ja. Mooi gemaakt. Ja. Oud. Oud. En daarom hangt het hier in het museum. En hier ook. Ook feesten. Ja. Ja, er staan ook data bij. 1849, 1874. Snap ik niet. Nou, dat staat dan op het bordje. Oh, je kan het lezen. Ja. Illuminatie van de voorstraat voor het jubileum van koning Willem III. Willem III? Ja. Dus nu hebben we Willem IV, 5, 6 of 7. Ja, dat moet je maar even opzoeken. Volgens mij 4. Ja. Oh, microfoons. Ja, hier mag je vertellen wat je vrijheid is. Kijk, mijn vrijheid. Ah, geachte aanwezigen. Mijn vrijheid is slapen op de piano. Op de pyjama van iemand die hem heeft laten liggen. En dan ontzettend verharen. Ja, ja. En daarna plassen op de bak. Hoor je dat? Applaus. Hoor je dat? Ik wel. Volgens mij is het wat anders. Nee, dat is applaus. Oké. Okay. Er hangen kaartjes. Ja. Oh, allemaal kaartjes. Ja. Iedereen kan een kaartje schrijven met wat zijn vrijheid is. Oh ja, zeg. Oh. Het is een hoop vrijheid. Ja. Ha, ga ik dadelijk doen. Echt waar? Zullen we verder kijken? Ja. Oké. Okay. En dan gaan we nu... Ja. Even helemaal naar beneden. Ja. Ja. Wat is daar? Ik wil jou beneden in de kelder, in de spelonken, ook nog wat laten zien. Oei, spelonken. We zijn nu in het onderste gedeelte. Ja. Hier was vroeger allemaal modder. Ja. En hebben ze dingen gevonden. Ja. En hier gaan wij kijken naar de oudste blokfluit van Europa. Echt? Nou, daar staan nog vraagtekens bij. Oh ja? Ja. Weten ze het niet zeker? Nee, maar kom maar kijken. Oh, dat is geen blokfluit. Dat is de blokfluit. Ja. De alleroudste blokfluit van Europa. Ja. Die zie je. Ja, kijk maar. Oh. Spannend. Ja, maar als je het verhaaltje erbij leest, dan twijfelen ze eraan. Oh, waarom? Ja, omdat er wel meer dingen lagen. Oh. En wat zijn dat? Dat is allemaal oud leerwerk. Schoenen. Ja, dat zie ik. Oh, schattig. Hele kleintjes. Wat zielig. Wat? Dat de mensen die schoenen droegen, ja? Die zijn er al langer niet meer dan dat ze die schoenen aankomen. Ja, die zijn al heel lang weg. Maar hun schoenen zijn er nog. Ah, zo wil ik ook wel schoenen. Ja. Duurzaam. Ja. Ik wil nog iets leuks doen. Nog iets leuks doen? Wil je in de ballenbak? Ja! Mag ik erin? Ja. Vind je het leuk? Er is nog veel meer. Koos. Oh, zeker al naar huis. Nou ja, doe ik wel een dutje. Was er maar een oude pyjama.